geweldig dit, hè? Ja, dit heet, hoe heet dit spel? Dit heet... Rocket League. Rocket League, hebben we even gedaan. Dat is toch gezellig? Ja, alleen één probleempje. Het is een videogame. Oh, vandaar. We hebben een mailtje gekregen van een jongetje die daar problemen mee had. En ik dacht dat het dit was. Oh. Nou, gaan we naar hem toe. Ah, ik dacht dat dit het was, joh. Vandaag in Sepp eSport. Junken, de Rocket League koning van Nederland. In de gamewereld is hij een mix van Messi en Verstappen. En als er iemand is die weet hoe je moet vliegen en scoren, is hij het wel. En dan gaat hij ervoor en dan is het een sicke play. Oh my god. Zo, nou hier moet zijn. Nummer 15. Zo. Ja? Oh nee, die hebben we helemaal niet nodig, joh. En niet nodig? Nee, voor Rocket League hebben we dat niet nodig. Oh, nou. Wat een fijnheid. Ja. Ga bellen. Oké. Is er een bel? Zou jij even ding-dong willen zeggen? Ding-dong! Nou, maar hopen ze open doen. Oh. Hoi. Wat? Hoi. Dag Mauro. Hallo. Hoe is het? Hey. Goed. Jij hebt probleem met? Aerials maken. In Rocket League. Juist. Nou, kijk eens wie ik bij me heb. En jij bent daar heel goed in, toch? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk dat je daarmee kan helpen. Kom, ga naar binnen. Waar is het? Waar is je kamer? Laat het ons zien. Hier zit ik. Zo. Vertel mij eens wat voor spel het is. Het is een spel en dan bestuur je eigenlijk een auto. En dan probeer je gewoon, net als bij voetbal, een bal in de tegenstander te doen. Dus eigenlijk voetballen dan met een auto en een grote bal, dat is het. Ja. Het is een heel simpel spel eigenlijk. Het is gewoon letterlijk autootjes met raketten erachter en scoren in het tegenstanderdoel. En jij wilde dan heel graag leren hoe je aerials deed en dat soort gekke trucjes eigenlijk. Want wat is aerials deed dan? Dan is de bal hoog en dan ga je zeg maar zo omhoog met je auto door te boosten. Alleen het is heel lastig om dat te controleren zeg maar. Ja, je kan gewoon flink tegen de bal aanstoten inderdaad. Maar je kan ook als de bal een keertje heel hoog stuitert, kan je proberen jezelf de lucht in te schieten. Ja. Oh, oké. Okay. Dus de bal midden in de lucht te raken. Kijk, je kan helemaal omhoog vliegen. Oh, oké, dat is. En wat wil jij dan graag leren? Dat je langer zo kan staan? Of... Nee, dat ik de bal beter kan raken als ik dat doe. Ik heb wel een leuke training in mijn hoofd. Zullen we die even opstarten en dat ik het even voor ga doen? Ja hoor. Ik weet niet of je deze al eens hebt gezien, maar gewoon de basis om überhaupt al de bal te stoppen. Wat vooral heel belangrijk is, is dat je dus vooral met dubbel X gewoon de lucht in gaat. Terwijl je dus naar achter stuurt. Dus je moet dubbel X naar achter en dan boosten en sturen. Ik heb hem nu natuurlijk doorgelaten, maar ik wil het even voordoen. Wat is boosten? Ja, boosten is dus gewoon echt gas geven uit je uitlaat, zeg maar. Ja. Maar laat eens zien hoe je die bal zou raken als je het echt moet proberen. Ah, nee, dat moet niet. Het is altijd lastig, vooral aan het begin, omdat je moet heel erg dat inschattingsvermogen krijgen. En je begint veel meer omhoog, denk ik. Ja, kijk, precies. Heel goed. Wow. En dat gaat al een stuk beter. En wat je dus ook hebt, als je gewoon ietsjes eerder nog naar achter stuurt, want je merkt nu bijvoorbeeld als je eenmaal bent gesprongen, dat je een beetje een pauze neemt. Ja. Als je dus iets eerder naar boven stuurt, dat kan al een wereld van verschil maken met het raken van de bal. Dus uiteindelijk heb je echt dat je meer zo gaat in plaats van zo. Oh ja. Dus het is een beetje de curve die je maakt, maar ja, dat heb je dus echt als je het een beetje oefent. Nou, zal ik het nog één keer voordoen? Ja hoor. Het is dus echt belangrijk van dan meteen eigenlijk eraf en naar achter sturen en dan pas boosten. Oh, zo. Dus niet zeg maar naar voren boosten, want dan bouw je eigenlijk al te veel snelheid op. Het is echt een beetje, het is heel snel afgekomen. Jij raakt hem ook altijd met de voorkant van je auto, zeg maar. Dat je iets te hoog gaat en dan zeg... Neus naar voren en zo. Ja. Ik mis het nu wel, maar ik doe maar even alsof het hem raakt. Dus het is een beetje dat. Het is ook echt het inschatten wat je heel erg gaat leren. Maar daar helpen die trainingen vaak wel bij. Nou ja. Ietsjes eerder boosten en dan had je hem helemaal goed. Oeh, kijk eens aan. Ja, die gaat erin. Moet nog wel binnen 2 seconden? Ja hoor.
Lekker man. Ja, het is wel lastig omdat zo, zeg maar, je auto van zo opeens zo of zo. Ja, wat dan jij is het doet, heel zeg maar, dat je zo je punt van naar voren opeens naar beneden gaat. Ja, het is heel erg in de curve. Als je zeg maar begint, dan ga je natuurlijk heel erg naar achter. Totdat je neus zeg maar naar boven staat. Want dan heb je natuurlijk de raket echt naar boven. En eenmaal als je in de buurt van de bal komt, dan ga je dus lichtelijk weer naar voren sturen. Waardoor je neus echt met het puntje de bal aanraakt. Ja. En dan als het echt heel veel lukt, een beetje bijdraaien zodat je de bal lekker raakt. En dus ook een richting kan geven waar je naartoe wilt. Ja. En dan gaan we nu? Zullen we een potje doen? Okay. Potje doen. Dan geef ik wel wat voorzet in dat potje. Ja. Oké, dan moet ik. Kan jij ze erin schieten? Ik ben mooi wit, helemaal wit. Ja, ik ben een rechter. Met dat zonnebrilletje ben ik. En jij bent met een klaap op je voorhoofd. Okay. Ja, mooi. Ik had dus een idee om dat ik zeg maar dan de bal voor ga geven bij dat goal. En dat jij dan probeert de aerial te maken. Is dat goed? Ja. Okay. Oh, wacht, ik moet wel even. Ik moet even opwarmen, oké? Oké, ben je er klaar voor? Ik denk het. Wat is handig als ik mijn balcam uit of aan? Balcam aan is denk ik gewoon het beste. Ja, oké. Okay. Oké? Ja. Komt ie. Oh, ik heb geen boost meer. Wat? Oké. Okay. Heb je geen boost? Nog voor. Ja. Nice. Het is een begin, het is een begin. Je hebt tenminste geraakt, weet je wel. Dus het is vooral het inschatten dat lukt dan tenminste. Oké, ik ga hem nu proberen in de hoek op te rollen. Dus dan komt hij heel hoog, oké? Okay? Oké. Okay. Moet hem wel even lukken. Ik zal proberen, ik weet niet. Ja, nee, gewoon proberen in te schatten. Het is lekker moeilijk, dus... We gaan het hoog inschatten, oké? Okay? Oh god. Komt ie. Oké, dit is misschien niet zo extreem hoor, die was niet heel lekker iets, voor. Die was iets te... Ja, nee, dat... Ja. Oké, okay, komt ie. Oh, ik was dus is niet heel hoog? Ik was niet helemaal klaar. Oh. Nou, je hebt hem wel, dus dat is goed. Weet je, het gaat erom dat je er bent. Als ze hem niet kunnen verdedigen en je teammate, daar lukt het niet helemaal mee, dan kan jij hem heel goed ondersteunen. Ah, ik vind hem lekker erin zit hoor. Ja, zullen we het proberen in een online match? Ja. Oké. Okay. Succes mannen, ik heb mijn geld op jullie ingezet. Oh, eentjes, oké. Oh, nee. Is dat zo? Ja, hij rijdt een beetje vreemd rond wel. Ja, jij moet hem even pakken. Okay. Oh, hij komt voor. Met aerial, hoppakee. Kijk, meteen al. Eerste 12 seconden. Kijk, hier deden we het voor, hè? Hier was de training voor. Even in de slow-mo. Boom. Gaf je hem expresso voor? Ja, dat is goed. Maar, weet je, we doen het gewoon even als voor het programma, weet je wel. Dat was helemaal expres. Helemaal gecalculeerd. Kijk eens aan. Hier wil jij me even verder? Ga ik even boosten. Oh, ik ben niet zo goed in dribbelen. Ah, dat maakt niet uit. Ik onderschrijf hem wel duidelijk. Oh, ja, dan moet je hem wel... Oké. Je had iets van me. 1-1, ik wil niet verveeld zijn, maar... Dat komt nog wel. Gaan we nog even goed trekken. Kijk, komt er nog eentje. Oh nee, nevermind. Zeker. Wow. Nice. Zo nu geef jij de voorzet. Dat is niet de bedoeling. Oh, nee. Oh ja. Ja, dat was mijn goal, hè. Heerlijk. Trofee gewonnen. Ja, wel hoog. Ja, kijk. 2-1 voor. Ik beukte hem even weg. Jij schoot hem op mijn dag. Teamwork noemen we dat. Ja. Hier komt hij. Oké. Okay. Ik tik hem even vooruit. Oké. Okay. Oh, ik kan niet draaien. Voorgeven? Ja, dat is een soort voorzet van de tegenstander. Oeh. What? Ja, Ariel, go. Ja hoor. Lijn technologie. Ja, nee. Dat was zo dichtbij. Goed verdedigd van de tegenstander. Ja. Oh. Helaas wel. Nou, daar komen ze weer. Oeh, bijna. Ja, blijf maar in het midden. Ik kan hem naar jou tikken. Kan je hem voorgeven? Ja, niet zo hoog helaas. Maar hij is er wel. Kijk eens aan. Zo, nog even. 3-1. Hey, dat is goed. Daarom spring ik altijd één keer, zodat ik nog even... Want hier sprong ik dus één keer, hè? Mm-hmm. Zodat ik toen nog zo... Ja, voor die double hit. Maar het grappige is, na ongeveer een seconde in de lucht gevlogen te hebben, heb je die double jump niet meer. Ja, dan ga je super schoon. Ja, precies. Dus daarom mag je niet meer die double jump gebruiken. Dus dan kan je net zo goed inzetten voor die extra hoogte. Of om sneller hoogte te krijgen. Dat is... Oké. Okay. Ja, dat was de tegenstander die hem zou voorzetten. Dat was ik niet, oké? Maar een man niet uit. Gedaan. 4-1, heerlijk. Ja, precies. Oké, okay. Ik gooi hem wel even omhoog via de zijkant weer.
als ik er... Oh. Oh nee! Oh, dat kan ook. Dat is gemeen. Nee, hij gaat net zo mooi voor een L, joh. De dribbel zit er gewoon uit hoor, wacht even. Oké, ja. Ik heb wat problemen hier. Maar kom maar goed. Oké, nou, ja. Oh, te hoog. Oh. Nou, dat maakt niet uit. Nee, niet het eigen doelpunt. Nee, geen zorgen. Oh, nee, wacht, gaat goed. Heerlijk. Ik schiet er gewoon bij. Geen zorgen, alles ging helemaal oké. Okay, ik kan deze wel voorbij komen. Dat is een hele hoge bal. Heb jij die bal? Nee, ik laat hem lekker uitstijgen. Ah, oké, okay, ik ben weg. Staat geef me hem wel voor. Ik kan nee, joh. Ja, dat is lastig, hè. Dat is altijd die perfecte timing die je dan moet hebben. Oh, ik denk hij heeft het. Okay. Nog een halve minuut. Ik denk dat de winst wel binnen is, hoor. Ja, nog 29. Oh, die stuit nee, er door. Nee, dat was echt gewoon per ongeluk. Ja, heerlijk. Ja, we doen het wel goed. We zijn wel hard aan het winnen. Goed team, hoor. Maar het is gewoon al twee mooie doelpuntjes. Waarom eigenlijk nog gekost. Die lukte niet. En we zijn zelfs een beetje met ze aan het spelen, omdat we die voorzet heel erg gaan doen. Is er geen schijn van kans tegenstanders? Eigenlijk niet. Maar dat hoeven ze niet zo hard op te vertellen. Dat is wel aardig. Oh, of ik pak deze, kan ook. Oké. Okay. Oh, nee. Oh, miscommunicatie. Dat zeg ik altijd. Dat is mijn standaard excuus voor dit. En nog 4 seconden. Kunnen we dit nog doen? Nee. Oh, nee. Gaat net niet naar boven. Trofee gewonnen, de heilige 3. Jongens, gefeliciteerd. Hey, we hebben gewonnen, mannen. High five. Lekker. Mauro? Gefeliciteerd, Duncan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, volgens mijn kattenbakje. Ja. Heb jij geleerd wat je wilde leren, Mauro? Gewoon ja. Ja. Je doet het hartstikke goed, volgens mij. Dankjewel. En samen gaat het ook heel goed. Mm-hmm. Dus ja, en je ziet dat je het veel speelt. En dat je, ja, je hebt toch wat kleine tipjes nodig. En die heb je nu gekregen. Dus nu gaat het alleen maar in de stijgen. Ja. Bedankt maar. Dankjewel. Geen probleem, dat was hartstikke leuk. Dankjewel. Mauro, dankjewel. En wij gaan er weer vandoor. Zo. Oh ja, vond je dit een leuke video? Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. En we zien je bij een volgende video. Doei.